Ja, ik praat verder met Karel van Lauwen van de N-VA, Vlaams parlementslid, verkozen in Brussel. Brusselaar zelf, hè, van Ganshoorn. Meneer van Lauwen, de kennis van het Nederlands gaat erop achteruit, blijkt uit de taalbarometer. U heeft gewezen op de verantwoordelijkheid van het Franstalig onderwijs, van de Franse gemeenschap. Nu, daar kan de minister natuurlijk zelf niks aan doen, hè. Dat is de verantwoordelijkheid van de Franse gemeenschap. Dat klopt inderdaad. Wel, die taalbarometer toont eigenlijk een negatieve evolutie. De kennis van het Nederlands, goede kennis van het Nederlands, gaat achteruit. We zitten natuurlijk in een complexe stad, een internationale stad, een cosmopolitische stad. En dan betreuren wij het eigenlijk dat wanneer je internationaal wil profileren, dat het al moeilijk is om nog maar twee talen... Goed, als u wijst naar die Franse gemeenschap, wat kan minister Gats daaraan doen? Hij is daar niet bevoegd voor. Toch wel. Hij heeft geregeld overleg met zijn collega's in de Brusselse regering, met zijn collega's van de Franse gemeenschap. Dan moet hij hen erop wijzen dat zij ook een verplicht hebben in Brussel om in te zetten op de kennis van het Nederlands in Brussel. Ja, maar hij heeft geen stok achter de deur natuurlijk, hè? Jawel, hij is ook lid van wat we noemen dat GGC-college, gemeenschappelijke gemeenschapscollege, waar hij lid is. En hij moet zijn collega's daar eigenlijk overtuigen hoe belangrijk het is. Vlaanderen investeert enorm in het onderwijs, inburgeringstrajecten. We zien nieuwe scholen, we zien uitbreiding van capaciteit. Dat is een heel goede zaak. We stellen vast dat heel wat leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs, zelfs anderstalige Frans of anderstalige, een goede kennis hebben van het Nederlands. Wel, eigenlijk ook de Franse gemeenschap moet ervan overtuigd worden om meer te investeren in de kennis van het Nederlands. Stel dat hij morgen gaat overtuigen en argumenten op tafel legt en er bougeert niks. Hij kan verder ook niks doen, hè? Hij heeft geen stok achter de deur, of wel? Maar natuurlijk, juridisch zijn er geen middelen. We hebben natuurlijk ook de taalwet, we hebben nu inderdaad dat onderzoek, we hebben de taalwetwijzer, we hebben de vaste commissie voor taaltoezicht. Er zijn eigenlijk heel wat instrumenten, maar jammer genoeg blijft bij vele Brusselse politici, beleidsvoerders, eigenlijk toch zo een negatieve houding bestaan. Is dat geen goede zaak dat de minister zegt, minister Gats, bedoel ik dan, in het volgende Brusselse bestuursakkoord moet eigenlijk die versterking van meertaligheid opgenomen worden? In het Brussels regeerakkoord moet men daar inderdaad aandacht, maar dat heeft de voorbije regeerakkoorden er al meer in gestaan. Wij hebben nu ook in het Vlaams regeerakkoord gezet dat Brussel een doorleefde tweetalige stad. En daar worden inspanningen gedaan, taalpromotie, het Huis van het Nederlands, nu model in heel, dat zijn goede zaken, maar blijkbaar is het niet voldoende. Wij moeten er eigenlijk onze collega's van de Franse gemeenschap, van de Brusselse regering, ervan overtuigen, het Brusselse parlement ervan overtuigen, hoe belangrijk dat Nederlands is. Het is ook een middel om werk te vinden. Maar dan zijn we het daar allemaal niet over eens. Ja, wij, langs Nederlandstalige kant, zijn er inderdaad over eens dat het nodig is. Maar ik stel vast dat onze collega's langs Franstalige kant daar nog altijd twijfels... Ja. Een van de vaststellingen die professor Janssens van de VUB, die het onderzoek heeft gedaan, ook vaststelt, is dat de bevolking in Brussel zelf natuurlijk ook wel veranderd is vergeleken met de vorige taalbarometer. Minister Gats zei het ook, hè, uitgebreid van 950.000 inwoners naar 1,2 miljoen. Ja, aan demografie kan je niks doen, hè? Ja, toch wel. Je hebt ook een beleid, je hebt een beleid van inburgering dat je kan voeren. En dat is hetgeen dat ook de Vlaamse regering in het Vlaams gewest gedaan heeft. Maar zelfs goed, ook op zowel die GGC als de Vlaamse regering heeft ze nu verplicht gemaakt. Inderdaad, onder druk van de Vlaamse overheid zijn we ertoe gekomen dat inderdaad dus die inburgeringstrajecten in Brussel ook verplicht worden zijn. Waar dat Vlaanderen dus ook in Brussel die trajecten aanbiedt, met onder andere die cursussen Nederlands via het Huis van het Nederlands Maatschappelijke Oriëntatie. Dus ook daar doet de Vlaamse gemeenschap extra inspanning voor die vele nieuwkomers. Maar je ziet inderdaad, er is een link tussen minder kennis van het Nederlands en migratie. Maar tegelijkertijd is er ook een stadsvlucht. Dat is ook een van de vele problemen die er bestaan. Maar nogmaals, aan die demografische ontwikkelingen kan je als beleidsmaker toch weinig doen? Toch wel. Het gebeurt, hè, de demografie. Toch wel, maar je moet dus durven inzetten op die inburgeringsintegratietrajecten. Jaar na een stuk heeft Vlaanderen dat gedaan, vrijwillig aangeboden in Brussel. En dan stelden wij vast dat langs Franstalige kant men daar toch een soort argwaan, men vond dat niet echt nodig. En nu zijn ze ervan overtuigd, het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en de Franse gemeenschap is nu ondertekend, een goede zaak. Maar dat is ondertussen wel 14 jaar nadat Vlaanderen al met zijn vrijwillig traject
traject gekomen is in Brussel. Dus via het beleid kan je ook die vele nieuwkomers overtuigen van het belang van die meerwaarde van dat Nederlands. Vooral omdat dat ervoor zorgt dat je sneller werk vindt in Brussel. Dat je sneller contact hebt met je buren. En dat je arbeidsmarkt normen en waarden kent in Brussel. En dat je arbeidsmarkt niet beperkt blijft tot die 19, dat je ook erbuiten kan gaan werken. Karel van Lauwe, bedankt voor dit gesprek. U beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Stem morgen ook op ons af, want de parlementsleden zijn volop bezig met de volgende begroting. En daar kan u morgen live naar kijken op deze zender. Dag. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.